De kernactiviteiten van de Rombouts Kunststoftechniek zijn industriële leidingssystemen in thermoplastische kunststoffen en glasvezelversterkte kunststoffen en apparatenbouw. Ja, Rombouts Kunststoftechniek bestaat 25 jaar. Als ik iets zou moeten zeggen over de machines, dan heb ik natuurlijk de eerste 15 jaar heb ik overal alle machines over de wereld gekocht en gebruikt. Sinds 2002 heb ik meer dan 25 machines zelf gebouwd in de extreem grote diameters voor Nederland, maar ook verder buiten. Installaties van ons die kom je tegen in drinkwaterbehandelingsfabrieken, in chemische installaties, in koelwaterinstallaties, maar ook in ondergrondse transportleidingssystemen. Aansprekende partijen zijn natuurlijk de grote industrieën. Dat kan zijn Shell, Total, Esso, Bayer, Guza. Voor ons om trots op te zijn dat wij zulke oplossingen mogen bieden. Dus sinds 2002 doen wij heel veel in ontwikkeling, dat hebben we altijd gedaan, en in innovatie. En zijn we uiteindelijk tot systemen gekomen als een 100% kunststofboei voor Rijkswaterstaat. Het pipleidingssysteem, de conservering voor deze stalen leidingen, dat wordt toegepast op de gasrondtonde van Europa. Voornamelijk op dit moment zijn wij bezig in België van Leuven naar Raren voor een tweetal grote aannemers waar wij deze buizen bekleden met het pipleidingssysteem. Pipleiding is een ontwikkeld systeem van Rombouts Kunststoftechniek wat hier binnen is ontstaan op verzoek van GasUnie en wat inmiddels gekwalificeerd is ook door Fluxus in België. Het is een systeem voor, wat ik al zei, de conservering. Er wordt een polypropyleenplaat gelast op de bestaande bekleding van de stalen buis. De ontwikkeling van de polypropyleenplaat die is zoveel mogelijk gelijk gemaakt aan het product wat al op de stalen buis zit. Wij lassen als het ware rond deze stalen buis een PP-plaat. Die PP-plaat die gelast wordt, heeft een dermate grote hechting. Hij wordt gelast met hete lucht zonder een toevoegmateriaal wat hem een hechting geeft die groter is dan de treksterkte van het materiaal zelf. Als die werkzaamheden zijn aangebracht, dan wordt het systeem tussen de stalen buis en de PP-plaat wordt geïnjecteerd met een polyurethaan, waarvan we dus één ontzettend hele goede verbinding krijgen. Het product is enorm succesvol omdat de lasverbinding tussen de kunststoffen nu op een wijze gebeurt die nergens anders ter wereld op deze manier ooit is gedaan. De betrouwbaarheid is vele malen hoger dan alle voorgaande systemen die ooit zijn toegepast. In België liggen ontzettend veel kansen, zoals ook in Nederland liggen. Wij zijn ooit in 1986 in België begonnen. De eerste werken die waren in het havengebied van België. Maar kunststofleidingssystemen vragen altijd om ontwikkeling, om het oplossen van problemen. En het is een ontzettend prettig land om te werken. Een prettig land, maar ook prettige mensen om mee te werken. Heel andere cultuur, maar iets waar ik me eigen uitermate bij thuis voel.